Kira's woorden waren, het was zo vals als de kleren. Je moet stiekem een beetje lachen. Ik weet het niet, ik moet het even terug horen. Dat zou zomaar kunnen hoor. Ik hoor wel eens vaker dingen van mij terug dat ik denk van nou, dat is vals. Maar vals als de kleren, ik weet het niet. Ik moet het even horen. Was misschien een beetje overdreven, maar goed, dat waren zijn woorden. Ook Dre zei het, vocaal wat minder, maar je maakte er wel een feestje van. En dat was echt ook af te zien aan het publiek. Is dat nou jouw eigenschap? Ja, dat is mijn eigenschap. En ik denk eigenlijk, en daar ben ik het niet helemaal mee eens met Rox, als ik dan toch even zeer heb. Een volkszanger moet die eigenschap hebben. Die moet het publiek meekrijgen. Die moet het publiek blij laten voelen. Die moet het publiek laten huilen. Moet het publiek laten lachen. Ik denk dat dat wel een van de kwaliteiten van een volkszanger moet zijn. En om eerlijk te zeggen, om te zeggen van ja, bij voorbaat druk ik daarom niet, omdat je het wel leuk vindt. Een beetje, ik heb mijn twijfels bij. Als ik vals als de kleren heb gezongen, dan geloof ik dat zomaar. Maar ik denk niet dat je bij voorbaat moet gaan zeggen van, nou je vindt het wel leuk, dus ik druk maar niet. Ja, dat vind ik een beetje raar. Maar goed, ze hebben al een paar avonden meegemaakt, dus ze zal precies weten wat ze doen, denk ik. Nou, een feestje kan je inderdaad volgens mij ook gewoon echt prima maken. Komen er nog vele feestjes? Nou, nu bloed, zweet en tranen is helaas over, maar nou, andere feestjes. Nou, na dit sorry commentaar denk ik niet meer. Nee, ik ben een theatermens. Ik wil graag weer het theater in. En met een leuke show. En dan is het één groot feest van het begin tot het eind. En dus die gaan er dit jaar ook zeker weer komen.